Hallo, vandaag is het bananendag. Dus laten we een banaan gaan tekenen. Doe je mee? Vandaag is de dag van de banaan. Bananendag. Nou hebben we volgens mij al een keer een banaan getekend dit jaar. Maar laten we eens een gepelde banaan tekenen. We beginnen met het kontje, zeg maar. Zo. Hop. En zo. Ja, dat is nog niet zo makkelijk, zo'n gepelde banaan. Maar hier natuurlijk ook die banaan nog. Zo. En dan hier ook nog een schilletje, zo. Ik vind het zo er wel goed uitzien. Nou ja, natuurlijk kun je hem natuurlijk nog inkleuren. Zo'n gepelde banaan. Je kan hier nog wat schaduw aangeven, zo. Ja, ik vind het wel een mooie gepelde banaan. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een bananenschil tekenen, hè, die op de grond ligt. Zo'n ding waar je over kan vallen. Hier het steeltje, zo. Schil. Er is een schil ernaast. Zo. Nou, dat is een Ik vind het wel een mooie bananenschil zo, die op de grond ligt. Nou, dan kijk uit dat je niet valt natuurlijk. Ja, ga zelf aan de slag. Pak een plaatje van de Google of zo. Of misschien heb je wel gewoon een banaan op de fruitschaal liggen. En ga eens kijken hoe je die op verschillende manieren kan uitbeelden. Dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen!